Hallo allemaal. Leuk dat jullie kiezen om toch wel wat meer te willen horen over de 1B op het SMO. Ik ga je heel kort meenemen op ons schooldomein. Op deze foto zie je het bijna volledig staan. Maar we beginnen bij het begin en dat is de ingang. Dit zie je als je bij ons voor de poort staat. Rechts de parking voor de collega's die met de auto komen. En langs hier ga je, als je te voet bent of uit de fiets, door de schoolpoort. En rechts kan je je fiets stallen in de fietsenstalling. Het is een vrij grote fietsenstalling, omdat ook heel veel leerlingen, zeker in de zomer, met de fiets komen. Als je je fiets goed hebt vastgemaakt, ga je langs hier naar buiten. En dan sta je voor een heel groot gebouw, het gebouw B. Dit is een heel belangrijk gebouw, dat je heel veel gaat binnen en buiten lopen. Ons klaslokaal is daar gevestigd, maar ook het secretariaat, de directeur en nog andere lokalen waar je soms les gaat krijgen. En als je hier naar buiten gaat, dan is dat ofwel om naar de speelplaats te gaan, ofwel als een schooldag gedaan is. Nu, als we naar de speelvelden gaan, heb je keuze uit twee speelvelden. Een eerste speelveld, waar je heel rustig kan zitten, kan lezen, kan spelen, kan praten, waar de kans heel klein is dat je een bal op je hoofd krijgt, omdat dit echt wel een rustige speelplaats is. Wil je je helemaal uitleven, dan neem je de trappen naar boven en dan kom je langs hier, op het tweede speelveld. Dit is wel een veld waar je echt goed kan sporten. Ook basketten, voetballen kan je daar doen of nog andere sporten. Maar dit is echt het uitleefveld. Als je niet wilt buiten eten omdat het te koud is, kan je naar een refter gaan. Dit is de refter voor het eerste jaar. Er is ook een refter voor het tweede jaar. Dus je eet niet samen. De sporthal met grasveld is er ook. En dit wordt enkel gebruikt tijdens de lessen LO. De bakken zijn natuurlijk heel belangrijk en leuk om te weten. Zo krijg je 4 uur Nederlands of taal per week, 4 uur wiskunde of rekenen en 4 uur techniek. Bij techniek ga je zowel praktijk als theorie doen. Dus je gaat zowel dingen maken als theorie studeren. 2 uur per week ga je Frans krijgen en 1 uurtje Engels. Dus in totaal 3 uur dat je aan een andere taal besteedt. En dan 3 uur MAVO, of maatschappelijke vorming. Daarin ga je iets meer leren over België, over de wereld, dus aardrijkskunde, over geschiedenis en ook economie. Een voorbeeld vanuit economie is, waaraan geef jij je zakgeld uit? Hoeveel geef je uit? Was dat nodig dat je dat wel kocht? En zo verder. Dan nog 3 uur natuur en ruimte, eigenlijk 2 uur natuur en 1 uurtje ruimte. Lichamelijke opvoeding of turnen, 2 uur per week, godsdienst ook 2 uur en dan een project 2 uur. Je bekijkt verschillende projecten per schooljaar. Zo is er een sociaal project, economisch project, kunstproject en dan als laatste voeding en horeca. 1 uur per week ga je muziek beluisteren en spelen of muziek maken. 1 uur beeld, dat is schilderen, tekenen, kunstwerken maken. 1 uurtje een titularisuur, dat is een uurtje met de titularis. En die bespreekt je rapport of die legt je uit wat je de komende weken gaat doen en je leert ook de klas daarin beter kennen. BZL is een uur waarin je extra tijd kan besteden aan wiskunde, Frans of Nederlands. En dan nog 1 uur per week ICT, waarin je beter en meer leert werken met de computer. September, een hele spannende maand. En dan gaan we ook nog eens op 2-daagse naar Tongerlo om elkaar beter te leren kennen. We gaan daar vooral sporten. Hier zie je beachvolleybal. Hier proberen we door met elkaar heel goed te praten aan de overkant te geraken zonder de grond te raken. Nog zo een hele leuke activiteit waar we goed moeten kunnen praten met elkaar. En een klein weetje, de meisjes hebben altijd gewonnen vorig schooljaar. Pijl en boog is ook een voorbeeld. Touwenparcours waar je je volledig kan in uitleven. Airtrek is ook een hele leuke activiteit. Maar we doen er nog zoveel meer om elkaar beter te leren kennen. Voor elke vakantie houden wij een project. Dus voor de kerstvakantie, paasvakantie en de grote vakantie. Dit omdat wij geen examens hebben. Dus we hebben iets langer les, maar dan op het einde van die week houden wij een project. En met de kerstvakantie vorig jaar zijn we gaan schaatsen in Overijse. En we hebben ontdekt dat het eigenlijk leuker op de kousen was. We zijn ook naar Leuven geweest, de universiteitsbibliotheek gaan bezoeken. En hier zie je een leerkracht van muziek bij ons op school en die speelt bijard. Dat is eigenlijk een grote soort piano met klokken. En
daar zijn we naartoe geklommen. Heel hoog, hier zie je de trappen, zijn we allemaal moeten beklimmen en heeft hij ons boven een concertje gegeven. Natuurlijk, na al dat klimmen zijn we heel goed gaan eten in de McDonald's, allemaal gezellig samen. Dan waren ze heel eventjes vrij en dan zijn we gezellig samen met de bus teruggekeerd naar Overijssel. Aangezien we met maximum 14 leerlingen in de klas zitten, hoeft ons lokaal ook helemaal niet zo groot te zijn. Hier zie je twee voorbeelden. En in elke klas is er ook een hoekje, een zithoek, waarin je rustig kan zitten, waarin we ook tijdens het titularisuur samen zitten en gezellig babbelen, waar je ook gewoon tot rust kan komen. Heel belangrijk is ook de sfeer in de klas, waar we posters omhoog hangen, jullie werkjes, afspraken omhoog hangen, waar de sport doorgaat en zo verder. Dus eigenlijk een heel knus klein lokaal. Dit is een voorbeeld van de lessenrooster, wel enkel de voormiddagen. De namiddagen komen straks. We starten het eerste lesuur om 8:10. Eigenlijk gaat de bel om 8:05. Waarom om 8:05? Dan krijg je 5 minuutjes tijd om naar uw klaslokaal te gaan. Dus eigenlijk om 7:55 op school en om 7:50 moet je aan het lokaal staan. Om 9:00 start het tweede lesuur en dan krijg je een kwartiertje pauze. 9:55 gaat de bel en om 9:50 moet je aan je lokaal staan. Om 11:00 het vierde lesuur en daarna hebben we middagpauze. Na de middagpauze start het zesde lesuur om 1:20. Om 1:30 start het voorlaatste lesuur en dan 5 minuutjes pauze om snel naar het toilet te gaan, vlug iets in je mond te steken en te drinken. En dan om 2:25 start het laatste lesuur. En je ziet om 3:15 hebben we gedaan wat eigenlijk vrij vroeg is. Hier zie je het volledige lessenrooster, zoals jullie het ook volgend schooljaar gaan krijgen. Dus eigenlijk de twee vorige dia's samengeplakt. Dus de voormiddag, middageten en dan de namiddag. Wat kan je nu doen na je eerste jaar bij ons op school? Je kan naar het tweede jaar gaan, 2BEM, staat voor Economie en Organisatie en Maatschappij en Welzijn. Ofwel naar 2BOP, dus opstroomoptie, of naar de 1A. En ik ga je nu meer uitleg geven over deze richtingen. Een eerste mogelijkheid is 2BEM. Als je de vakken bekijkt, zijn het bijna allemaal vakken die je ook in de 1B hebt. Nederlands, Frans en Engels, wiskunde, muziek, beeld, LO, lichamelijke opvoeding, godsdienst, MAVO, techniek, natuur en ruimte, T+ en ICT afgewisseld met elkaar en BZL. Daarbij komend krijg je 10 uur extra, waaronder 5 uur economie en organisatie en 5 uur maatschappij en welzijn. Het is heel vergelijkbaar met de gewone 1B, want daarin heb je ook geen examens. Een andere mogelijkheid is de 2BOP, opstroomoptie. Als je de vakken bekijkt, komen die ook een beetje overeen, maar niet helemaal. Nederlands wel, Frans en Engels ook, wiskunde, muziek, beeld, LO, godsdienst, MAVO, techniek, natuur en ruimte, T+, ECT en BZL, komen ze goed als overeen. Maar als extra krijg je 3 uur Frans, 3 uur Nederlands, 3 uur wiskunde en 1 uur geschiedenis. Dat komt overeen met die andere 10 uur die je in de 2BEM had. Maar van die 3 laatste vakken krijg je examens. Dat is om je goed voor te bereiden naar het derde jaar. Een laatste mogelijkheid is om je eerste jaar opnieuw te doen, maar dan in de 1A in plaats van de 1B. En hiernaast kan je zien hoeveel uur je elk vak krijgt. Natuurlijk ook heel belangrijk is dat je examens krijgt van Nederlands, wiskunde, natuurwetenschappen, aardrijkskunde en geschiedenis. Ook van Frans krijg je soms een grote taak op het einde van een trimester. Ook een leuk weetje zijn toch wel enkele belangrijke regels. Bijvoorbeeld je gsm mag je buiten altijd gebruiken, maar niet in de gebouwen, dus ook niet in de klas. Op tijd komen vinden wij heel belangrijk. Nederlands praten uiteraard. En respect. Respect naar leerkrachten, naar materiaal, naar medeleerlingen, naar alles eigenlijk. Als je overtuigd bent, dan ga je volgend schooljaar je eerste schooldag op het SMO doorbrengen. Wat wel handig kan zijn, is een boekentas met daarin iets om te schrijven, eten en drinken. Uiteraard, een goed humeur en waarschijnlijk een beetje stress, maar het is echt helemaal niet nodig. De stress laten we gewoon thuis.
Ik wil jullie bedanken om naar de PowerPoint te luisteren en ik hoop jullie heel snel te zien. Hieronder vind je nog de site van de school terug en ook een heel leuk filmpje waarin je de school een beetje beter kan leren kennen. Hopelijk tot snel!